20.000 groentes naar de voedselbank dankzij de samenwerking tussen Pluktuin Gelukkige Groentes en de Vierdaagse Feesten, die met het evenement ook een maatschappelijke impact wil maken. Ja, wij hebben best wel stevige ambities op het gebied van duurzaamheid als Stichting Vierdaagse Feesten. Dat betekent dat wij aan CO2-reductie willen doen, afvalvermindering tijdens de feesten, maar ook aandacht voor duurzaam en lokaal voedsel. Maar zeker ook in een initiatief zoals de Gelukkige Groentes, wat lokaal geteeld wordt, ja, is dat natuurlijk een unieke samenwerking voor nu. Ja, er wordt geen kunstmest gebruikt, er worden geen pesticiden gebruikt en we zitten een paar kilometer naast de voedselbank. Dus ja, je kan bij wijze van op de fiets zou het daarheen kunnen. Tijdens de Vierdaagse Feesten is de voedselbank gesloten en daarom vroeg de organisatie aan Gelukkige Groentes om voor die ene week extra groenten te leveren. Vervolgens bedachten de stadsboeren een grote tuin aan te leggen, waardoor ze in plaats van die ene week langdurig verse groenten kunnen doneren. De voedselbank heeft grote tekorten wat betreft groenten. Ze zijn gegroeid van vorig jaar 700 naar zo'n 1000 gezinnen die ze in Nijmegen omgeving moeten voeden. En nou, dan snap je dat het ook lastig is voor hen, want zij hebben nog maar een klein potje waarvoor ze dan ook een deel in moeten kopen. Ja, dat niet vaak biologische groenten zijn of dat ze niet te veel eisen aan kunnen stellen. Dus daarom is het juist mooi om dat op deze manier te kunnen doen. En dankzij deze donatie dan kunnen wij groenten hier telen. Die gaan dan kosteloos naar de voedselbank toe. Plus we leggen schoolmoestuin aan en we geven ook lessen op basisscholen. Dus ook voor kinderen is het. Ja. De drie stadsboeren van deze pluktuinen hebben dus aardig druk. Hoewel ze met alle liefde zo efficiënt mogelijk werken, is alle hulp welkom. Via de crowdfundingactie dan kan je mijn collega Sam, die gaat met een aantal mensen Vierdaagse lopen. Twee keer ondertussen met een stand in de stad staan. En dan gaan we geld ophalen voor dit goede doel. En nou, daar kun je een mooie bijdrage aan leveren. En daarnaast is ook het vriendenbandje van de Vierdaagse. Ja, dus draag vooral bij en koop een vriendenbandje van de Vierdaagse Feesten via onze webshop of in de stad. Voor 36 euro draag je bij aan de Vierdaagse Feesten, ondersteun je onze doelstellingen, maar gaat er ook een afdracht van dat vriendenbandje naar dit goede doel van de Gelukkige Groentes en de Voedselbank.